Met Boost hebben we eigenlijk de bedoeling om startende leerkrachten in het onderwijs te ondersteunen. Dat gaat dan over leerkrachten kleuter, lager en secundair onderwijs. Die krijgen aanvangsbegeleiding op de scholen, maar het is eigenlijk ook de bedoeling om zaken die ze misschien daar niet kunnen vertellen, dat ze die dan bij ons het verhaal kunnen brengen. Maar ook vooral dat ze een beetje een netwerk opbouwen van collega's die in dezelfde situatie zitten. Deze navorming heeft mij vooral eigenlijk geleerd om tot rust te komen en privé en werk gescheiden te houden. Iets dat ik eigenlijk in het begin van het jaar heel moeilijk vond. Andere ervaren leerkrachten die weten al hoe dat ze dat moeten doen. En hier was het wel fijn dat je hier echt heel veel tips voor kon krijgen. En dat heeft mij ook echt geholpen. Ik was niet zo zelfzeker als leerkracht. Maar je kunt moeilijk daar de vinger op leggen wat dat er juist aan de hand is of zo. En ik denk dat ik hier, nu dat ik hier ben geweest, wel super blij ben dat ik toch ben geweest, omdat je zo veel meer begrijpt wat is er voor mij moeilijk als startende leerkracht en wat is er ook normaal dat dat moeilijk is. Het was stap voor stap dat ik eigenlijk mezelf beter leerde kennen, ook mijn gedrag naar mijn leerlingen toe en dat ik dan mijn eigen stijl begon te herontdekken eigenlijk. En niet zomaar moest aannemen van bijvoorbeeld van andere leerkrachten die dan wel goed zijn in klasmanagement, maar die dan heel streng optreden bijvoorbeeld, wat niet echt mijn stijl is. Dus, en dat heeft de navorming mij wel de ruimte voor gegeven om mezelf te verkennen, leren kennen en ook te kijken van wat voor een leerkracht wil ik worden. En dat vond ik wel top. Ja.